En als je dan laat zien van ja, het is om de hoek bij ons, bij onze school is die V1-bom ingeslagen. Dat doet wel wat. Precies 77 jaar geleden, tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, sloeg in het Waterkwartier een Duitse bom in. Samen met bewoners van de Nijmeegse wijk herdacht burgemeester Bruls die gebeurtenis. De plek waar we hier staan, echt een aantal huizen verwoest, mensen omgekomen voor een bom die hier niet bedoeld was, maar die dan zogenaamd per ongeluk naar beneden komt. En zo zijn er natuurlijk in die periode, 44, 45, in heel Nijmegen omstreken heel veel bommen en granaten gevallen, waarbij heel veel burgerslachtoffers ook zijn gevallen. Ook leerlingen van de Aquamarijnschool waren bij de herdenking aanwezig. We hebben een lessenserie op school, die volgen we met groep 8. En dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, maar natuurlijk komen ook andere oorlogen aan bod. En ik moet zeggen, ze zijn altijd wel heel erg onder de indruk van de verhalen, zeker omdat het in hun eigen wijk gebeurt. Bekende achternamen vaak, en als je dan laat zien van ja, het is om de hoek bij onze school is die V1-bom ingeslagen. Dat doet wel wat. De leerlingen maken zelf onderdeel uit van de herdenking, die volgens Bruls nog steeds veel aandacht verdient. We hebben vanochtend hier even gestaan. Er zijn twee meiden die hebben een gedicht voorgedragen. We hebben 2 minuten stilte gehouden en we hebben bloemen neergelegd. Er komen heel veel mensen op af. En het mooie is, er komen natuurlijk ook mensen op af die het niet hebben meegemaakt. Die het gehoord hebben van hun grootouders, hun ouders. En dat geeft ook aan hoe belangrijk het is om te blijven doen. Want schijnbaar betekent het iets voor ons. Schijnbaar geeft het toch een invulling in ons leven. En wat ik net al zei, hè, je moet vanuit herdenken ook vooruitdenken om er ook lering uit te trekken. Sinds 2010 wordt de gevallen bom weer herdacht en dat is belangrijk. Ik vind dat hoe de omstandigheden ook zijn, je moet er altijd bij blijven stilstaan om vanuit dat herdenken weer vooruit te kunnen denken, te kunnen leren, het respect tonen naar de slachtoffers, maar ook daarvan te leren van waarom je die oorlog nooit meer wil. De mensen van de toekomst, dat we die ook meegeven dat het heel belangrijk is dat er herdacht wordt, maar dat we het niet vergeten. En hopen dat het niet meer gebeurt. Dus wij hebben daar, we zijn daar de hele week mee bezig, zeg maar, voorafgaand aan de herdenking.